ben nu altijd leider en ik voel me goed. Dus ik denk niet dat de kans heel groot is dat ze me daar echt af kan rijden. Er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden om mij wel te isoleren en weg te rijden dan. Maar goed, we zien wel. Jullie hebben op de meeting waarschijnlijk heel wat scenario's besproken. Welk scenario zou je het liefst hebben vandaag? Dat er een groepje wegrijdt met ongevaarlijke mannen en dat het daarachter, daar zal het vast wel een strijd worden, maar dat het beter te controleren is. En hoe hoog schat je die kans in dat dat gebeurt? Niet zo groot. Het is moeilijk om te voorspellen wat er allemaal gaat gebeuren natuurlijk, maar hoe ga je het aanpakken om te winnen vandaag? Is het niet, meneer Schepel? Ik denk dat zo lastig rit en zo lang, dat is heel moeilijk genoeg voorspellen hoe zal dat gaan. Maar ik denk, we hebben een heel sterke ploeg en we gaan zeker proberen de beste te doen en proberen winnen.